Arjen. Ja, we moeten naar het veld. Godf... We moeten naar het veld. Godverdomme zeg. Dief die eraf. We moeten naar het veld. Nou, ik denk dat we dit maar niet meer moeten doen. Het gaat gewoon niet. Dag schat. Je mag me nog niet kussen. We gaan het allemaal bespreken. Diego. Papa. Ja. Als je weggaat, dan... Diego! Dit is wel... Had je hem vannacht moeten horen? Kut! Geen Wat is dat? Is er niet een of ander kinderfeestje waar je nog langs moet? Dames, ik probeer even televisie te kijken. Is dokter Phil. Sorry. Is er iets met de baby? Maar wat is er dan? Sorry. Dat iets minder vast als ik dan. Sorry, hè? Hey. Moet iedereen meegenieten van je schatje? Van je schatje. Sorry, kunnen we nog even? Nee. Was het maar waar. Het is lauwe thee. Dat is... Ja, wat nou? Italo is zich waarschijnlijk helemaal liplazeren aan het zuipen. Ja, wat nou, Italo is zich waarschijnlijk helemaal het liplazeren aan het zuipen en ik zit hier met een flesje... Oh, nee. Ja, maar wel dat de oortjes vrijkomen, hè? Want hondjes... Die worden dan toch ook nat? Nee, maar ik bedoel niet worden afgekneld. Stop. Ik was niet van plan om dit te doen, eigenlijk. Deur was op slot, sorry. Je weet hoeveel moeite me dit kost om dit aan mijn strot te krijgen. Je weet hoeveel moeite het me kost om dit aan mijn strot te krijgen. Om dit zeg je, nog een keer. Je weet hoeveel moeite het kost om het... Ja. Je weet hoeveel moeite... Je weet hoeveel moeite het kost om het dit uit... Nee, niet om het dit. Om dit uit mijn strot. Luister, ik heb het gezegd, nou. Je zoekt het er maar uit. Nou, godverdomme. Blijf staan al en Bas. Kanker, sorry. Bas, ik ga nooit meer... Luister, ik heb het gezegd, nu. Noe. Wat is nou weer noe? Je weet hoeveel moeite het kost om het dit uit... Nou, ik ben er klaar mee. Ik ben er helemaal klaar mee. Je weet hoeveel moeite het kost om dit uit mijn strot te krijgen. Had je wat meer moeten oefenen? Met je welgemeende excuses. Met mijn welgemeende excuses. Ik... Ja, dat... Hey. Kom nog even. Ja, sorry. Dan zorg ik dat je smoelwerk permanente schade oploopt. Dan heeft Plas kleppekekkie. Ja. Het spijt me, Rutger. Sorry. Nou, er zitten er een paar tussen die de discipline totaal... Hallo. Laat er nou even aan... Huh? Laat er nou eens uitproberen. Mel, heb je ook iets anders? Hm? Je hebt zo'n ding zonder vis. Met kaas. Ja, maar je kan er echt niet aankomen. Nou, tering. Sorry hoor, jongens. Ik vind het zelf ook ongeloofwaardig. Maar het is de belangrijkste... Je weet wel, voorwaarden. Ja. Ze is de hoofdredacteur. Zo, nogmaals. Nou en? Zegt ik dat mensen... Ja, gaan we naar beneden. Dames en heren. Ik heb wel gewoon in de lage. Weet je wat het is? Nog een keer? Ja, even. Wat ga je doen? Probeer je alsnog een afspraak ook uit te slepen niet en deel? Nou, je, de woord echt, je haalt me de woorden uit mijn mond. Nog een keer. Schat!
Het is helemaal geregeld. Hoppakee. Wow. Geregeld? Ja. Sorry. Ik hoop zo in die bank voor je. Sorry dat ik even heel raar reageerde, maar ik heb echt het gevoel dat die bank door midden is gebroken. Dat klopt ook. Maar we gaan altijd door. Helemaal goed. Blijf staan. Dus jij weet niets van Arjen's testament af? Renske, wat ben jij toch... Ik weet het niet meer, hè? Het was Melanie's idee. Melanie, jij had Melanie verteld over Reitsema's gehandicaptes. Beperkt is Godverdomme, ik kwam ook echt niet meer uit. Sorry. Godverdomme. Grote human interest, ja. Out. Sorry. Godverdomme, Mickey. Hoe haal je het in je hersens om die kokie te verstoppen? Jij helemaal, maar jij moet helemaal beter weten als de pers hierachter komt. Raad niet erop op. Oh, de kook weg. Wat kan je aan? Zuigen. Ah, lekker. Mam, neem ook een handje. Ja, zo. Sorry. De helden van Heros gaan in de strijd. 11 dappere kerels tot elk offer bereid. De zegen te halen, daar is het om te doen. Om de eer en de glorie van ons legioen. Heros, Heros is onverslaanbaar. Heros, Heros valt altijd aan. Nee, je bent godverdomme. Kut. Tering, kut. Wij zijn hier bijeen om twee mensen te steunen. Die vandaag... Godverdomme. Ja, nou is het mijn schuld. Klopt. Maakt niet uit. Sorry, het was een geintje. Sorry, het was een geintje. De schouders erom. Wat doe je dan? Ja, maar ze toch. Oh, ja. Hi. Ja, sorry. Dit is Veronica. Wat? Sorry. Nee, ga weg. Zout op. Vicky. Rond op. Als we weer met z'n loers het Reitsema komen aanzetten... Als we weer met zo'n sukkel als Reitsema komen aanzetten. Moet je nog een keer? Tante Madonna. Ik ben zo bang dat papa de hoogte is. Tijdens de sollicitaties. Italo, liefie, kom je? Kunnen we beginnen? Stop. Nou, hup, fles open. Stop. Ik ga meer. Ja, ik lust wel. Nee, en ik ben geen springkussen. Tomme! Ik ben geen springkussen. Nee. Oh nee. 1, 2, 3. Doe maar gewoon. Nee, jij moet nog zeggen. Ik ben er bijna. Ah, dan gaan we gauw door. Ik hield jou tegen. Zo. Draait hij nog? Ja. Ja, kom maar.
Bert. Klaar!